Hallo, ik ben Sophie. Ik beantwoord de kookvragen die jullie naar Libelle en Libelle Lekker sturen. En vandaag gaan we het hebben over mosselen. Nadine vroeg zich af wat ze nog kan doen met mosselen die overblijven na een mosselsoupé en of ze die nog kan bewaren, hoe en hoe lang. Ja, dat kan. Dat kan zelfs perfect. Wat je dan doet is na je etentje ze uit de schaal halen, uit de schelp halen. Zo. Voilà. En dan kan je die mosseltjes nog 2 dagen in de koelkast bewaren of je kan ze ook invriezen. En dan kan je ze nog 3 maanden in de diepvriezer bewaren. Wat je daar nog allemaal mee kunt doen, bijvoorbeeld je verwerkt ze in een pastasaus. Of je maakt er een soepje mee. Of in een risotto kan je afwerken met die mosseltjes. Je kunt ze ook paneren en eventjes opbakken. Dat is lekker in een slaatje of als borrelhapje. Eventjes een beetje paneermeel erbovenop en een beetje kruidenboter even onder de grill. Ook een super lekker hapje. Heel veel mogelijkheden. Je moet zeker eens op onze website kijken. Daar geven wij heel wat ideetjes met mosselen die nog over zijn na je dinertje. Wanneer zijn mosselen eigenlijk het lekkerst? Vroeg Steffi aan ons. Wel, vroeger werd er vaak gesproken dat je mosselen alleen kon eten in maanden met een R. Oktober, november, december zijn niet toevallig de koudste maanden van het jaar. Dat komt doordat er vroeger geen mogelijkheid was tot gekoeld transport. Ondertussen kunnen we dat wel en is het mosselseizoen dus een beetje langer geworden. Je kunt nu perfect in de zomermaanden, juli, augustus, ook mossels eten. Wat wel zo is, is dat ze het allerlekkerste zijn in september. Dan zijn de schelpen mooi gevuld. Greet vraagt zich af of ze nog iets kan doen met het mosselvocht dat overblijft in de potten. Ja, dat kan zeker. Ik vind dat een prima idee om dat niet weg te gooien, want dat zit eigenlijk boordevol smaak van de groenten en van de mosselen. En dat vormt een perfecte basis voor risotto, voor sauzen, voor soepjes. Je giet het kookvocht best door een zeefje, zodanig dat alle stukjes achterblijven. En dan kan je het bewaren in de koelkast enkele dagen of tot 3 maanden in de diepvriezer. Carla vraagt zich af hoe ze een lekker mosselsausje kan maken. Wel, dat is eigenlijk heel simpel, of toch op de manier waarop ik het doe. Ik neem 2 eetlepels mayonaise, 1 koffielepeltje mosterd. En dan gaat daar een beetje van het gezeefde mosselvocht bij. Niet te veel, maar je roert eigenlijk gewoon totdat je de gewenste dikte hebt. En je kunt altijd nog een beetje extra mosselvocht toevoegen. En dan breng je dat op smaak met peper en zout. Voilà, dat is letterlijk een mosselsausje in 1, 2, 3. Caroline stuurt ons een mailtje. Zij maakt altijd mosselen op de klassieke manier en ze zou er eens graag mee variëren. Wel, variatie is zeker mogelijk, Caroline. Je kunt elke groente gebruiken die dat jij maar lekker vindt. De klassieke mosselgroenten zijn ui en selder. Maar mosselen zijn ook super lekker als je ze maakt met fenkel erbij of met tomaatjes erbij of paprika of prei of Thaise groenten en kruiden. Alles wat jij, lekker vindt, is mogelijk. En zelfs met de klassieke mosselen natuur kan je variëren. Je kunt in plaats van ze gewoon natuur klaar te maken, dus zonder toevoeging, kun je er ook eens een scheutje bier bij doen of een scheutje wijn. En je krijgt direct een heel ander recept. Op onze website vind je een heleboel recepten met alle mogelijke groenten, alle mogelijke varianten. Dus ga daar zeker een keertje kijken. Annick wil eens graag mosselen op de barbecue klaarmaken en ze heeft groot gelijk, want ik vind dat ook super lekker. Ik doe dat vaak als aperitiefhapje bij een barbecue bijvoorbeeld. Dan maak ik meestal mosseltjes op zijn thighs. Ik doe dat met een pepertje erdoor, een beetje knoflook, wat koriander, een beetje witbier. En dan doe ik dat in een oude kookpot die rechtstreeks in de kolen mag, ofwel in zo'n aluminium bakje.
Je vult dat met mosseltjes, je zet een tweede bakje daar leeg bovenop en dan kan je ze zo opschudden als ze klaar zijn. Daarna doe ik alles gewoon op één schaal en iedereen neemt mosseltjes super tof bij het aperitief. Maar wat ook mogelijk is, is bijvoorbeeld een papillotje met mosseltjes erin verwerkt. Of als je de mosseltjes uit de schelp haalt en teruglegt in een enkele schelp en daar een beetje knoflookboter of kruidenboter bovenop eventjes laten smelten op de barbecue. Dat is super smaakvol. Manon vroeg zich af wat bouchonmosseltjes eigenlijk zijn. Wel, eigenlijk zijn dat dezelfde mosselen als de Zeeuwse mosselen. Het is dezelfde soort. Maar ze groeien in Frankrijk op palen in de zee, terwijl dat de Zeeuwse mosselen vaak van bodemcultuur zijn. Dus die leven op de zeebodem. Dat heeft een aantal interessante voordelen. Namelijk, er zit minder zand en minder parasieten in die mosseltjes. Dus minder van die kleine krabbetjes en zo. Ze groeien iets trager aan die palen, waardoor dat ze ook... het zijn kleine schelpjes, ze zijn beter gevuld, maar de smaak wordt ook iets sterker. En nog een belangrijk voordeel, ze zijn er iets voor de gewone Zeeuwse mosselen. Dus als je voor het seizoen al zin krijgt in mosselen, kan je altijd eens vragen aan een vishandelaar of dat hij bouchonmosseltjes heeft. Philippe wil weten wat jumbo-mosselen precies zijn en wat het verschil is met andere soorten mosselen. Wel, Philippe, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zegt jumbo niks over de kwaliteit van de mosselen, maar wel over het kaliber. En wat is dat kaliber nu? Dat kaliber wil eigenlijk niet meer of niet minder zeggen als hoeveel schelpen passen er in 1 kilo. De kleinste mosselen, die heten extra. De grootste die heette Goudmerk en daartussen heb je nog soorten zoals Jumbo, Super, Imperial. Om te weten hoeveel dat er dan precies in een kilo zitten, kan je altijd eens op onze website checken. Dus hier kan je duidelijk zien, dit is Super en dit is Goudmerk, dus dat is echt wel een groot verschil. Gerda vroeg ons of zij mosselen op voorhand kan klaarmaken voor een etentje en hoe ze dat dan best doet. Wel Gerda, dat zouden we echt niet aanraden om de mosselen al volledig op voorhand te bereiden. Wat je wel kunt doen, is ze al schoonmaken en ook je mosselgroentjes al snijden en zo. Dat kan je allemaal al een aantal uur op voorhand doen. De mosselen die bewaar je in een vergiet in de groentelade van je koelkast. En de mosselen klaarmaken, dat heeft echt maar een paar minuutjes tijd nodig. Dus dan kan je toch samen met je gasten aan tafel gaan. Frederik vraagt zich af of je gesloten mosselen echt niet meer kunt opeten. Wel, vroeger werd dat inderdaad gezegd, hè, Frederik, dat als er in de mosselpot nog een gesloten mossel in zat, dat je die moest wegdoen. Tegenwoordig denken we daar anders over. Meestal gaat dat gewoon over een mossel met een heel sterke sluitspier en je kunt die openmaken zoals je een oester zou openmaken door een mesje in het gewricht te wrikken. Meestal is die mossel juist heel goed gevuld. Je doet dat best wel niet boven je bord of boven je kom mosselen, want er bestaat nog altijd een kleine kans dat dat een slikmossel is. En een slikmossel, dat is een mossel die gevuld is met zand. Dat is niet zo fijn als je dat in je bord krijgt. Heb jij ook een kookvraag voor ons over mosselen of over iets anders? Stuur ze naar lekker@libelle.be en wie weet komt jouw vraag aan bod in een van onze volgende video's.